vind het altijd wel interessant wat er in het nieuws speelt. En ik denk dat deze studie wel echt heel erg dicht bij de actualiteit staat. En wat je leert, dat zie je uiteindelijk ook terug in de praktijk. Je leert heel veel eigenlijk. Je leert heel veel dingen tegelijk over de wereld en de omgeving om je heen. Maar vanuit heel veel verschillende perspectieven. Dus je leert te kijken naar één probleem vanuit een sociaal perspectief, maar ook vanuit een economisch perspectief. En op heel veel verschillende schaalniveaus. En eigenlijk heeft alles uiteindelijk te maken met de invloed tussen de mens en de omgeving waarin die mens zich bevindt. Sociale geografie is wat meer het kijken naar wat er al is. En de planologie is wat meer de beleidsvormende kant. Dus kijken naar wat moet er in de toekomst komen. Ik vind het fijn aan het brede dat je nog heel veel kanten op kan binnen de studie. Dus je hoeft nog niet echt een keuze te maken gelijk in je eerste jaar. Ik vind het leukste aan de opleiding dat je echt op een andere manier uiteindelijk leert kijken naar de wereld om je heen. En ik heb ook wel interesses gekregen die ik eigenlijk voorheen niet had. Het allerleukste aan de studie vind ik dat je heel actueel bezig bent met je eigen omgeving. Dat alles dat je in de studie leert ook weer terugkomt in het dagelijks leven. En dat je dat dag in dag uit weer tegenkomt onderweg op de fiets naar school of naar werk of waar dan ook naartoe.